natuurlijk geen boekpresentatie zonder dat Bea zelf ook aan het woord is. We zijn vanmorgen bij Bea in Arco Cavent, in haar kamer. En Bea en ik gaan een klein gesprekje aan over het boek, over de foto's, over de passie en over het waarom. Beetje. Ja, dit is hem. I know. Hij is mooi, hè? Ja. We kunnen hem ook nog even omdraaien, dan kunnen mensen het bekijken. Bea, waarom? Waarom dit boek? Ja, wat moest ik met alle foto's die ik... Ik kon van alles verzinnen. Ja, dat... het is eigenlijk geboren toen ik hoorde dat Arco Cavent maar 85 gulden per dag per persoon van de SVB kreeg. En toen dacht ik, ja, als ik daar mijn steentje aan kan bijdragen, dan maar op deze manier. Dus vandaar dat de opbrengst ook totaal naar Arco Cavent gaat van het boek. Ik weet dat toen we hier naartoe gingen, die ene dag, rechtstreeks uit het ziekenhuis. Ja, 13 maart. Ik was bij jou om een foto van Grace Jones te laten signeren. Klopt. En jij kreeg bericht van, eigenlijk einde oefening, mevrouw, zoek dit maar uit verder. Ja. En toen was het eigenlijk rechtstreeks hier naartoe. Ja, klopt. Ben niet meer thuis geweest. Daar gebeurde iets. Toen jij hier binnenkwam, toen jij hier een poosje was. En ik denk dat dat eigenlijk, los van het feit dat je natuurlijk de SVB en de 85 gulden, die natuurlijk gewoon tekort is om dit te kunnen onderhouden. Maar jij raakte in een soort dankbaarheid van wat hier gebeurde. Kun je daar iets over vertellen? Gewoon zoveel vreemde mensen die zo lief voor je zijn. Dat was gewoon... Sorry, overweldigend. Dat je komt in zo'n warm bad terecht dat mensen houden echt van je. En dat was raar. Ja, dat, ik heb daar nog steeds problemen mee na die 7 maanden. Dat, maar het gebeurt nog steeds. En andere mensen hoor je er ook over klagen van wanneer gaan die mensen nou eens normaal doen tegen je, maar ja, ze doen hier gewoon normaal en dat is echt eventjes omschakelen. Nee, zo ken ik jou, van je ziet iets waarvan je denkt, hey, hier moet iets aan gebeuren, dit moet eigenlijk voor iedereen beschikbaar zijn. Ja, klopt. En dan is het bij Bea klik actie. Ja, en zolang ik dat kan doen, probeer ik dat ook te blijven doen. En wat het boek betreft, moet je natuurlijk ook niet vergeten dat ik een meesterlijk team achter me had staan. Ik heb zelf maar erg weinig aan het boek gedaan en dat blijf ik zeggen. Ik weet dat jullie het er niet mee eens zijn, maar ik blijf het toch zeggen, dankzij jullie had dit Arco Ventje er niet geweest. Arco Ventje, ja, dat is, dat, zo heet het boek. Het team waar je over hebt, dat is Monique Rosalina, het is Diana Martens, het is Branka, Heus, jouw grote steun en toeverlaat thuis. Ja. Willem, je man. En goed, ik mocht ook een beetje bijdragen. Maar inderdaad, het idee was er en toen in een week hadden we iedereen bij elkaar en toen was het actie. Klopt, en toen was het ook stevig actie. Echt stevig actie, klopt. Ja. Die foto's uitzoeken, want daar ging het om. Ik ken jou natuurlijk vanuit krantenwereld. We hebben samen ook bij C-Post gewerkt, long time ago. Heel lang geleden. We worden echt oud, hè? Nou, zolang we maar wat achterlaten, denk ik dan. Ja, vind ik ook. Maar zo heb ik je leren kennen als fotograaf. En ik weet dat ik heel vaak op een redactie zat en dan hadden we geen voorpaginafoto. En dan was het, ik weet wel wie ik moet bellen. FB bellen. Want dan kwam er gewoon een, ik noem het hartfoto's. Het zegt iets over ons eiland, het kwam binnen. En dat is eigenlijk hoe ik jouw fotografie ben gaan waarderen. Maar ook echt ben gaan voelen, omdat het foto's zijn die iets zeggen. Het is een verhaal eigenlijk. Ja. En zo zijn wij in contact gekomen en ook gebleven. En eigenlijk is dit boek, en daarom was het ook niet zo heel erg moeilijk voor ons om te helpen selecteren. Omdat we wel een klein beetje weten wat een Bea-foto is. Ja. Zullen we een soort boek gaan? Zullen we gewoon eens wat foto's bekijken? En hopelijk heb jij dan
daar nog een leuk verhaaltje bij van hoe die is ontstaan. Ja, is goed. Laten we dat eens even doen. Oké, okay, ja, deze. Deze had ik ook uitgekozen. Ja, deze... er was een fotografenclubje waar ik kort ben bezig geweest. En iedereen liep de handelskade op en ik zag bij de Pontjesbrug zag ik dit. Dus ik vond dit weer interessanter dan wat de rest de geëikte handelskade. Ik vond dit een stuk interessanter door de... Het is natuur wat er... wat er gebeurde. Althans, wat ik zag daar zo. Ja, ik vind dat een hele mooie foto, omdat je eigenlijk ik probeer dat even te visualiseren. Je loopt in de stad, er zijn allemaal mensen, het is druk, het is daar natuurlijk van alles en nog wat te doen. Ja, en dan zie jij een detail. Zie je bij de Pontjesbrug, ja. Zie je dat ze... Door het getij, door de golfslag, zie je dat dit. Ja, prachtig is die. Maar goed, oog voor detail. Ja. Gaan we naar een andere foto die toch ook wel wat over jou zegt, want je hebt er iets mee. Ja, dat is vliegtuigspotten. En deze foto heb ik eigenlijk een beetje illegaal gemaakt. Een beetje illegaal bestaat niet meer. Ja, een beetje illegaal bestaat wel, want ik was op de airport, omdat ik zou gaan vliegen. We hadden een vliegtuigje gehuurd. En daar heb je net zo'n paadje waar je dan met zo'n klein vliegtuigje de grote baan opdraait. Ja. Maar er komen toen die grote jongens komen daar voorbij. Mm-hmm. En mijn vliegtuigje was aan het tanken. En de deur moest eruit gehaald worden. Dus toen ben ik stiekem op dat plekje gaan zitten. En dit is het resultaat. Dus hij is echt een beetje illegaal, is hij. Maar de KLM vergeeft me dat wel. Dacht ik ook. Ja, dat denk ik wel. Vliegtuigen, een van die passies van jou. Ja, klopt. Gaan we naar een andere foto kijken. Deze ja. Zegt voor mij iets over jouw geduld als fotograaf. Je zegt altijd van ik heb geen geduld, maar als het op dit aankomt... Ja, dan heb ik heel veel geduld. Vertel eens, hoe kwam die tot stand? Over deze foto heb ik 3 weken gedaan. Ik wilde namelijk precies de zon door dit gaatje hebben. En iedere keer als ik dacht van ik ben er, dan was het weer niet zo. Of het was bewolkt, of er was weer wat anders. En eindelijk heb ik hem. En toen kreeg ik als cadeautje een natte broek cadeau. Want? Het tij was hoog. Dus, maar ik heb wel de zon in het gat van het bootje. Ja. En dit lag bij dat stukje bij de corridor voor de waterfabriek. Ja. Daar was die ook met slecht weer, volgens mij was die daar aangespoeld. Dus voor dit soort dingen heb ik wel degelijk geduld. Met mensen niet zoveel. Dat is een ander hoofdstuk. Dat is een ander hoofdstuk. Mensen. Ja, heerlijk mensen. Dit is een foto dat ik dacht, ja kijk, dit is een Bea-foto. Dat zijn ze allemaal, maar deze voor mij in het bijzonder. Curaçao. Klopt. Met carnaval, 's morgens om 8 uur. Heerlijk, heerlijk. Dit was al 's morgens om 8 uur. Volgens mij zijn die mensen op zaterdagavond begonnen. En zijn ze doorgegaan tot de Grand Marcha. En het einde ervan. En het einde ervan. Ze zijn daar gewoon een week blijven zitten. Volgens mij wel, maar gewoon de vrolijkheid die eraf straalt, dat heerlijk. Ben je dan was je er dan vroeg bij? Ging je dan gewoon met de camera al heel vroeg lopen? Ja, ik ging altijd om 7:30 al naar de carnaval. Ik begon altijd te schieten aan het begin. En ik liep de wagens langs, dat ze nog bezig waren met de make-up. En dat je dat soort dingen kon zien, dat is veel leuker dan de optocht. Want je krijgt andere foto's. Ja, dat is waar. Dat is waar. Maar deze zijn echt gewoon in de sfeer gepakt. Ja, klopt. Ja, klopt. Mensen. Ja. Gaan we nog verder? Oh ja, deze. Ja. Hier heb je ook wel wat over te vertellen, ja, denk ik. Centro Pro Arte. Ja, dan mocht je niet naar binnen. Dit is na de brand, hè? Na de brand. Het was, geloof ik, aan de... Daarvoor was geloof ik een of andere staking en toen was er ineens de brand.
En toen ben ik daar gaan kijken en toen mocht je niet naar binnen. En ik heb de achterdeur opengebroken. Die hing ook nog maar aan een halve scharnier vast. En ik ben daar naar binnen gegaan samen met iemand. We hebben daar foto's lopen maken en dan gaat er een totaal andere wereld voor je open. De orkestbak vol met water en muggen en alles zwart geblakerd. En dan heb je hier heb je ook nog de piano die daar ook nog stond. En hier, die is ook half verbrand. Zo ontzettend zonde. Nou, het is mooi dat je deze foto's hebt. Op dit moment is natuurlijk Centropoarte, of eigenlijk een theater in algemene zin, best wel een belangrijk onderwerp. Tanja Cross is ermee bezig en ik hoop natuurlijk van harte dat, dat het allemaal gaat lukken. En dan maar hopen dat ze ook de goede mensen om zich heen krijgen om het waterprobleem daarop te lossen. Want als je daar nu weer wat nieuws gaat zetten, zit je weer met dezelfde problemen. Dat is een hele goede tip, je moet hem aan Tanja doorgeven. Ja, nou ja. Want het is niet gezegd dat het daar blijft, het nieuwe theater. Nee. Maar jij hebt voorlopig wel een stuk vastgelegd wat belangrijk is om te zien. Ja, klopt. Gaan we nog even verder kijken naar deze. Ja. Het is een hoofdstuk in jouw boek waar we eigenlijk zijn gaan kijken naar dingen die niet helemaal gewoon zijn of heel duidelijk anders zijn. Ja, wat is gewoon? Voor mij is, voor mij is gewoon, dit is... een foto die heb ik gemaakt in Campo. En ik spreek geen woord Spaans, maar de meisjes deden precies wat ik vroeg. Dit meisje trekt een slipje uit of aan, dat weet ik echt niet meer. Maar één troost, ze heeft er nog wel eens aan. Het is niet dat ze echt helemaal bloot staat. Maar ja, ik heb daar een paar dagen rondgelopen en... Ik vond het geweldig. Het was zo'n mooi, schoon dorpje op zich. Op het eiland hier. Dat de straatjes allemaal keurig schoon. De huisjes erg klein, maar schoon. Mensen allemaal vriendelijk. Heerlijk eten. Ik heb me daar wel vermaakt. Maar je hebt ook iets, hè, met mensen die... Ja, voor jou is er eigenlijk geen grens. Nee, ik heb geen grens. Iedereen moet doen waar hij zelf zin in heeft. Want je hebt alleen maar verantwoording naar jezelf af te leggen. En je hebt niks te maken met wat een ander van jou vindt. Wat je vindt, moet je naar het politiebureau brengen. Ja, vind ik ook. En dat doen ook de meesten niet eens. Dus wat dat betreft, die steken het ook in de eigen zak. Maar ja, het heeft natuurlijk ook heel erg met leven te maken. En alle aspecten van leven. Want we hebben natuurlijk de mooie dingen in het leven, maar ook de moeilijke. Ja. En als het allemaal leuk gaat, dan... is iedereen blij en als het maar even iets te moeilijk of even iets anders is, dan duikt iedereen gelijk als moraalridder achter zijn toetsenbord en heeft commentaar. Ja. Ja. Jij zegt altijd, en je kunt het in jouw kamer ook zien, het leven is een feestje, maar je moet zelf... De slingers ophalen. Ja. En nu word ik iedere morgen wakker en ik denk, ha, weer feest. Ik hoef er nou niet meer bij na te denken. Want ook ik vergat wel eens mijn slingers op te hangen. Ja. Prachtig is dat. Hey, we hebben er nog eentje in deze categorie. Dat is ook wel weer... Ik weet dat het een mooi verhaal is, dus dat ga je eigenlijk op een leuk verhaal. Jij gaat het vertellen. Ja. Hier hebben we... Jared. Vertel, hoe kwam deze foto tot stand? Ik heb heel wat foto's van hem gemaakt. En mijn wens was eigenlijk dat ik hem een keer half om half kon schieten. Ik kan A, niet photoshoppen en B, dan is het ook geen echte foto. Dus Jared kwam echt op deze manier naar mij toe rijden. Half man, half vrouw. In de auto? In de auto. En volgens mij, als ik me niet vergis, begaf onderweg ook nog zijn airco het. Want hij kwam aardig bezweet aan. Hij heeft eerst even nog wat make-up bij moeten werken. Maar ik vind het ook een meesterlijke foto. Deze heb je genomen in je eigen studio, hè? Ja, in thuis. Klopt. Thuis heb ik die gemaakt. Ja. Ja, en als iemand happy is om zich zo te verkleden, wie ben ik dan om daarover te oordelen? Toch niks. Tot niemand. Is toch voor iedereen zo? Het is fijn dat jij er zo over denkt, ben je. Ja. Niet alle mensen denken zo. Ja.
Vandaar dat ik ook van dit soort mensen hou. Gaan we nog naar een andere foto die ik echt heel mooi vind. Maar goed, dat is ook denk ik ook voor iedereen die dit wel eens meemaakt. Nee, dit is triest. Dit is Hopi triest toe. Dit zijn de beurszalen. Iedere keer als ik daar foto's van ging maken, huilde ik net zo hard mee. Zo gigantisch, zo jammer dat... Ik vind ook dat de beursalen gewoon te weinig voorbereid weggaan. En dat heb ik dan in mijn achterhoofd, heb ik dat bij zo'n afscheid, als ik dat zie, heb ik dat in mijn hoofd van, jeetje, hoe lang zullen ze het redden? Gewoon, ja, te weinig kennis van Nederland. Van de cultuur daar. Ik bedoel maar, wij krijgen er altijd de schuld van dat wij hier de baas willen spelen. Maar andersom is natuurlijk dan precies hetzelfde. Ik bedoel maar, wij twee kijven hebben twee schuld. En ik noem mezelf niet voor niks een Curacamba. Ik ben geen Macamba weer, maar ik ben ook niet hier geboren. Dus, maar als ik dit soort dingen zie, dan moet ik altijd gewoon meehuilen. Ja. Zowel voor moeder als voor kind. Voor beide. Ja, laten we dan hier maar mee afsluiten. Anders hou ik het niet droog. Dat mag. Oké, beetje. Waar ben je het meest trots op met het hele fotoboek? Want dat mag ook. Je mag ook trots zijn op dit boek wat tot stand is gekomen. Op ons? Ja. En dat ik hier ben terechtgekomen. Ja. Hij is er. Okay.